Welkom voor iedereen bij Vrijzinnig Hervormd Delft. Ook als je hier misschien voor de eerste keer bent of straks kijkt. Aan het begin van deze viering spreken we uit dat we hier bij elkaar zijn in herinnering aan het eeuwig licht, aangeroepen onder veel verschillende namen. En mogen dit licht ons hart openen voor een geest van liefde en mededogen ook in deze viering. Een viering waarin voorgaand geestelijk verzorger Toon Vessies met aan het orgel Christo Lely. Volgende week is er dienst in de kapel van Asbouden, aanvang 10:30. En dan gaat voor dominee Arine Benschot met aan het orgel Arjan Fries. En naast de kerkdiensten verzorgt Vrijzinnig Hervormd Delft ook diverse kringen, waarvoor ik u naar de inspiratiegids en de nieuwsbrief verwijs. Let u er wel op dat wegens corona kringen zijn verplaatst naar een later tijdstip, maar daarover wordt u tijdig geïnformeerd. De bloemen naar deze dienst gaan naar Pieter van Pelt, Rotterdamseweg 418C in Delft, als welkomstgroet wegens toetreding tot onze gemeente. Is Pieter aanwezig? Nee, dan kijken we na de dienst hoe we ze bij hem kunnen bezorgen. De collecten die vinden bij de uitgang plaats in de daarvoor bestemde schalen. De eerste collecte deze maand is bestemd voor het Stadsdiaconaat en de tweede collecte is voor de eigen gemeente. Vanaf vorige week is doneren ook mogelijk via een QR-code. En dat is heden ten dagen een beladen begrip, maar ik verzeker u dat het niets met vaccineren van doen heeft. Hoewel, bedenk ik me nu, u zou het injecteren van de collecteschaal met uw gift als zodanig kunnen duiden. Hoe dan ook, bij de collectors van harte aanbevolen. Na de dienst is er wegens de coronamaatregelen helaas geen gelegenheid tot napraat en een kopje koffie of thee. God sprak, er zij licht. En het kwam, het werd licht. De lichten zijn ontstoken en laten wij nu stil worden om ons op te laden voor het moment dat volgen gaat. Voor een kerkdienst die ons inspireert en motiveert, vol met zang, woorden en ontmoeting. Laten we stil worden om ons op te laden voor het moment dat volgen gaat, waarin wij zoeken naar de diepste gronden van ons bestaan. Thank you.
geest van eeuwige wijsheid. Verzacht onze kritische ogen, opdat wij kunnen zien in warmte en mededogen. Heropen onze verdichte oren, opdat wij leren opnieuw te verstaan de taal van liefdevolle vriendelijkheid. Geest van eeuwige wijsheid, leer ons verstaan het diepe verlangen naar licht. Wij bidden jou om zachtmoedigheid. Amen. Uit het liedboek 657, de coupletten 1, 2 en 4, zingen wij Zolang wij adem gaan halen. Wat genoemd wordt een ander volkslied van Oosterhuis, een citaat. Wij
die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt. Op pagina 2 een afbeelding van Little Amal. Zij is vaak in het nieuws geweest. Een verbeelding van een 10-jarig meisje van ruim 3 meter groot. Al wandelend heeft zij inmiddels ruim 8000 kilometer afgelegd. Wat hebben kinderen van haar leeftijd gezien en meegemaakt in de omschrijvingen van het ene naar het andere land? Al of niet met hun ouders, vastgelopen in grensgebieden. Straks in de overweging worden enkele vrouwen en mannen geportretteerd die in hun omgeving en soms ver daarbuiten onverwacht dicht brachten en nog brengen. Zoals dat wij soms zomaar ineens dit onverwachte licht kunnen zijn. Voor anderen en hopelijk ook voor onszelf. De liederen, de keuze daartoe, zijn geïnspireerd op de thematiek, namelijk in elk lied komt wel het woord licht tenminste 2 keer of vaker voor. In deze adventstijd vind ik dat een mooie keuze. Goed, het liedboek 452 als tussen licht en donker, de coupletten 1, 2 en 3.
Weet je wat? Hier heb je een puzzel van de aarde. Vraag mama maar een plakband. En als je het dus af hebt, dan gaan we spelen. Ze waren onderweg met de stukjes van hier. En Tom dacht een half uurtje rust te hebben. 5 minuten later stond zijn dochter alweer voor zijn neus met de puzzel. Hij was af. Verbaasde Tom. Hoe heb je dat zo vlug voor elkaar gekregen? Dat is hartstikke makkelijk, papa. Kijk maar, er staat een mens op de achterkant. En toen die goed was, was de wereld ook goed. We zien licht dat ons aanstoot in de morgen. Blikboek 6 op 1, complete 1, 2 en 3. Thank you.
ziel. En hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet te voorstellen of vooruit te zien. Het is een gerichtheid van de geest. Een gerichtheid van het hart. Voor mij de horizon. Deze diepe, krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat. Of bereidheid in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is. Niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin overtuiging. Dat iets goed zou aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop, het resultaat. Overdenking vanuit het thema onverwacht licht. 10 jaar geleden, in de adventstijd, verbleef ik ruim 4 maanden in een revalidatiecentrum. Verrast was ik door zoveel kaarten en brieven, zoveel vriendelijkheid. Echter 1 kaart deed mij ineens huilen. Opgespaard en uitgesteld verdriet. En uiteindelijk ook onverwacht licht. Op de kaart stond de tekst die mij droeg op adelaarsvleugels die mij geworpen hebt in de ruimte. En als ik krijsend viel me ondervangen met uw wieken en weer opgegooid totdat ik kon vliegen op eigen kracht. Tekst uit Deuteronomium die mij hielp en nog met nieuwe helderheid kijken naar mijn opgebroken bestaan. Openbreken om met nieuwe ogen te kijken, met nieuwe oren te luisteren. Ik zag veel schrik en pijn en paniek bij mezelf en bij mijn medepatiënten, mijn lotgenoten. Leven tussen hoop en vrees. Tussen angst en verlangen. Een schreeuw om behouden te blijven. Een schreeuw ook om terug de oude te worden. Maar dat gaat niet. Nooit wordt iemand meer de oude. Misschien was het toen een diepe schreeuw tegen het onbekende. Het nieuwe dat onstuitbaar geboren moest worden. We zijn de eerste niet die met een schreeuw ter wereld kwamen. We zijn de eerste niet. Zij op geheel eigen wijze die proberen overeind te blijven. We zijn de eerste niet die onverbiddelijk ook weer zullen sterven. Of we dat nu willen of niet. En daarin zijn we ook niet de eerste. We delen ons bestaan in de geschiedenis met een onvoorstelbaar groot geheel van levende wezens. Sporen van planten en dieren uit verre oude tijden brengen ons iets bij van een intense besef dat veel, heel veel aan ons bestaan vooraf is gegaan. En dan de mensen. Ergens, ooit, is de geslachtenlijn ontstaan. En toen was er de mens. Ah,
even weg te buigen om de mens dit onverwachte licht te gunnen. We zijn niet de eerste die de weg gaan van geloof, hoop en liefde. Zeer velen zijn ons op die weg voorgegaan, met vallen en opstaan, en zij vergezellen ons nog steeds. Houd uw voorgangers in gedachtenis die het woord Gods tot je hebben gesproken. Let op hun leven en werken. Volg het voorbeeld van hun geloof. Lezen we ergens in een brief aan de Hebreeën. En wij op onze beurt zijn, ook als in dat lied, ergens komt een kind vandaan, van ver, van buiten, zonder naam. En wees hand en hart en mens voor mij. Wees waarom, daarom, groot of klein, de mens die jij alleen moet zijn. Enkele mensen uit die schier eindeloze reeks van zoekende en verlangende mensen wil ik als een miniatuurtje van deze menselijkheid in herinnering roepen. Elk van hen droomde, of droomde nog van, een nieuwe wereld waar brood genoeg en water stroomt voor allen. Het verlangen van de advent, het verlangen naar doorbrekend en openbrekend licht. Als eerste noem ik Malala Yousafzai, geboren in 1997 in een berghutje in het noorden van Pakistan. Haar ouders vernoemden hun dochter naar een Afghaanse heldin die tegen de Britten streed. En haar ouders hadden geen flauw idee dat hun eigen dochter Malala ook een strijder zou worden. Malala is een voorvechter voor onderwijs voor vrouwen en meisjes. De Taliban wilde haar uit de weg ruimen. Malala overleefde een aanslag op haar leven. De hele wereld was woedend op de Taliban. Een petitie met meer dan 2 miljoen handtekeningen spoorde de Pakistanse regering aan een nieuwe wet te maken. Onderwijs voor alle meisjes toestond. Na de aanslag kreeg zij langdurig medische zorg in Engeland. Terugkeer naar Pakistan bleek te gevaarlijk. Zij studeerde in Oxford aan de universiteit. In 2014 kreeg zij de Nobelprijs voor de Vrede samen met Kailas Satyarthi. Malala besteedde dit prijsgeld aan de oprichting van een middelbare school voor meisjes in Pakistan. Met haar uitspraak: één kind, één leraar, één boek, één pen kan de wereld veranderen, inspireert zij nog dagelijks meisjes en jongens om zich met hart en ziel in te zetten voor goed onderwijs. Dus die wijze is zij nog steeds. Onverwacht licht. Ik weet niet of u die naam kent, Wangari Maathai. Ze staat in het prachtige boek Wereldvrouwen. Een prachtige uitgave. Geboren in 1940 in Kenia, was reeds heel jong diep onder de indruk van de natuur. Wangari ging naar het Sint Cecilia internaat, leerde daar vloeiend Engels spreken en bekeerde zich tot het katholicisme. Ze werd een van de beste leerlingen van de Loretta High School en mocht in Amerika studeren. Ze promoveerde in de biologie en werd later de eerste vrouwelijke hoogleraar in Afrika. Zij luisterde goed naar de vrouwen van het platteland. Opdrogende rivieren, minder voedsel en minder brandhout bracht haar op het idee om de ontbossing grootschalig aan te pakken. Haar waarschuwing: als je het bos vernieuwt, stroomt straks de rivier niet meer, gaat het minder regenen, mislukt de oogst en kom je om van de honger. Dit leidde tot een geleidelijke, maar uiteindelijk enorme aanplant van bomen. De Green Belt Movement was een groot succes. Wangari deed ook veel voor onderwijs om onwetendheid, angst en machteloosheid weg te nemen. In 2004 ontving zij als eerste Afrikaanse vrouw de Nobelprijs
de bekende naam Dag Hammarskjöld. De grote meerderheid van mystici was kloosterling, monnik, priester, zuster of begijn. Soms vraag je je af of er ook gewone leken zijn geweest die je als mystici kunt beschouwen. Dag Hammarskjöld is daar een voorbeeld van. In 1905 geboren in Zweden. Hammarskjöld sprak met groot respect over de invloed van zijn ouders, onder andere tijdens een interview voor de radio in 1953, waarin hij zei: van generaties soldaten en landbestuurders aan vaders kant heb ik het geloof meegekregen dat er niets in het leven meer voldoening geeft dan de onzelfzuchtige dienst aan je land of aan de mensheid. Van de wetenschappers en dominees uit de familie van mijn moeder heb ik het geloof meegekregen dat alle mensen als kinderen van God gelijk zijn. En daarmee verwoordde hij de geestelijke en morele basis waarop hij zijn latere leven bouwde. Hij heeft grote eenzaamheid gekend. Die heeft hij als pijn ervaren, maar ook als een mogelijkheid om spiritueel te groeien. Dat ging niet zonder strijd met zichzelf. En hij spoorde zichzelf aan tot gebed. Opgenomen in het boek Merksteden, een gebed dat hij ooit opschreef: bid dat je eenzaamheid een stimulans wordt om iets te vinden waar je voor moet leven, groot genoeg om voor te sterven. En als laatste, Alette Jacobs, geboren in 1854, te Sappemeer als achtste kind van 11 kinderen in een Joods gezin. Jacobs laat zich al vroeg sterven voor het recht op hoger onderwijs voor vrouwen. Ze werd in 1871 toegelaten als studente medicijn aan de Universiteit van Groningen, aanvankelijk voor een proefperiode van 1 jaar. De aanleiding dat ze arts wilde worden was dat ze zich hard wilde maken voor vrouwenrechten en ze vond het niet eerlijk dat vrouwen geen arts mochten worden. In 1870 was ze de eerste Nederlandse vrouw die als toehoorster officieel werd toegelaten aan een hogere burgerschool. Een jaar later vroeg ze de liberale minister Toornbeke toestemming om aan de universiteit te studeren. Alette Jacobs was een belangrijke vertegenwoordigster van de eerste feministische golf. Dat er gestreden moest worden voor vrouwenkiesrecht heeft indirect te maken met Jacobs. Oorspronkelijk stelde de wet alleen een loongrens om te mogen stemmen. Doordat ze arts was, voldeed ze aan deze loongrens en wilde ze gebruik maken van haar stemrecht. Dat ging niet zo. Jacobs werd voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht en bezocht de internationale vrouwenbijeenkomsten van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht. Een zeer boeiend, helaas. Dit waren 4 namen genoemd, dit waren slechts enkele namen uit de vele, zeer, zeer vele namen van vrouwen en mannen die als moedige wijzen hun weg hebben gevonden naar breed toepasbare inzichten op vele gebieden. Vele staan voor vele anderen, zijn representatief van weer andere gehaltes aan geloof, hoop, liefde en diep doorleven waarheid. Allen hebben zij het licht van hun waarheid hoog gehouden en kunnen daarmee tot op de dag van vandaag ineens een onverwacht licht zijn voor nieuwe generaties. Amen.
ons hart vol mededogen zijn, zodat we naast hem kunnen staan. Laat ons bidden voor de mensen die daders zijn van geweld, die andere mensen kwaad hebben aangedaan. Mensen die zichzelf niet onder ogen kunnen komen. Dat zij de levende God zullen ontmoeten die hen stopt. Hun hart laat smelten en hen vergiffenis schenkt. Laat ons bidden dat wij de moed hebben om niet te weten wat we moeten doen en toch op weg gaan. Met de intentie dat iedere stap die we zetten getuigen zal van onbegrensde liefde, volle vriendelijkheid. Mag ik u vragen mee uit te spreken het gebed bron van zijn. Bron van zijn die ik ontmoet en wat mij ontroert. Ik geef u de naam, opdat ik u plaats van.
diepste wezen